Goedemorgen, morgen, goeiedag. Wij gaan hier naar dit mooie stadje in de rotsen. Sensationen. Dus, naar waar gaan we? Naar de bergen. Maar hoe heet het daar? Tam als de tenda. En dat bergdorpje, dat heet, bergstad, heet San... Nee, hoe heet Menton. Dat? Menton. En die stad hier in de bergen, in de rotsen, heet Menton. Ja. Daar slapen we eigenlijk vlakbij. Ja, het is niet zo heel erg ver van Monaco bijvoorbeeld. Nou, en we lopen wij hier op het strand, zeg. Hé, hey, ja. La la la. Is dat niet zalig? Zalig, echt waar. Ja, ik vind het ook. Zou de zee warm zijn, want zit daar zoveel volk in? Ik denk het niet. Ik ga het toch een keer voelen, hè. Frisjes? Ja, het is frisjes, maar ik zou er wel in duiken. Oké. Okay. Ja. Moeten zou ik er doen. Toch? Is het moeten? Ja, het moet niet, hè, dus dan blijf je blijft er gewoon naast wandelen. Ja. Wel gezellig, hè. Zo'n ja. Wandeling in de ochtend. Ik geniet daarvan, hoor. Halleluja, dat zijn heel erg veel kleurrijke gebouwtjes, zeg. Amai. Wel heel mooi hier. Ook eigenlijk, dus die kant is heel mooi. Maar ook daar vind ik het echt gewoon heel mooi. Alleen maar bergen. We hebben hier lekker gegeten in het centrum van de stad. En we hebben ook nog wat gekocht. Ja. Een vogelkooi. Ja, zonder vogel. En het is ook niet voor een vogel. Nee. We hebben dat gekocht als decoratieobject voor in onze zaak. Dat doen we altijd als we ergens zijn. Ja. Allee, niet in iedere stad die we bezoeken, maar zo als we ergens op vakantie zijn. En we zien iets stofs, dan nemen we het mee. Ja, dat is ook, ik vind het zelf ook wel leuk, want zo hangen we eigenlijk vakantieherinneringen in onze zaak. En ja, dat is je waar. Hebt toch een leuk gevoel. Ja, iedere keer als je dat dan weer ziet, dan denk je van, oh, wat was het daar toch eigenlijk wel leuk. Of soms denken we ook van, wij van dit, dat herinnert je nog toen of toen. Ja. Of waar dat eigenlijk komt. Ja, bijna alles wat bij ons in de GOT in de zaak ligt, komt dat uit het buitenland. Ja, dan nemen we sommige mensen die ons kennen, dan nemen familie of vrienden het mee. En dan nemen ze iets mee voor onze zaak en dan komt dat meestal ook wel op vakantie. Ofwel nemen we het zelf mee. Ja. En dan hangt er ook een hele leuke herinnering aan. Hè. Ja. Hier kunnen we ook weer over terugdenken. Hè. Ja, het staat zelf vereeuwigd in de vlog. Ja, we moeten denken om dan een keer te zoeken voor iets stof om erin te doen of erover. Of alleen. Ja. Zou je misschien toch een keer niet naar op zoek gaan, een vogeltje? Nee. Zielig, hè? Ja. Ik ga mijn masker stilletjes aan terug afdoen. We gaan weer richting het strand. En we gaan via het strand terugkeren naar de auto die op ons staat te wachten om weer een paar kilometers te gaan rijden. Ja. We hebben twee opties en we hebben de keuze gelaten aan onze Instagram-volgers. Ja. Optie 1, we blijven aan het strand en we rijden dus meer richting Italië. Dus we gaan de Italiaanse kust doen. Maar we zijn zeker van dat er wat gaat regenen, want dat hebben we gezien in de weersvoorspelling. Er staan heel wat regenwolkjes voor. Dus, ofwel Italiaanse kust met regen, of we trekken de bergen in Frankrijk. En dan zijn we het wel, hebben we het wel een beetje frisser, maar dan zijn we wel gegarandeerd dat het niet te veel meer gaat regenen. Die keuzes die hebben we wat een mooie boom eigenlijk, hè? Kijk eens. Amai. Mooi, hè? Ja. Zo één heb ik nog nooit eerder gezien. Ik ook niet. Dat is mooi, het is de moeite. Dus, eventjes terug. Keuze was Italiaanse kust of de Franse bergen. Dus de bergen met droog weer, maar wel kouder. Of Italiaanse kust met dan daarbij regenweer. En... wat is het geworden? Heb je al gekeken? Dan zal ik even kijken. Het is duidelijk, hè? 88% zegt voor naar bergen. De bergen en mooi weer. Ja, dan gaan we dat maar doen, hè. Dan gaan we dat doen. Hey. Je ziet ze. Kijk, dat is een mooie bloem dat erin hangt. Ah ja, mooi hoor. Mooie bloem. Soms is het precies wel een Tahiti-boom. Een bloem. Daar zie je ze, de bergen. Daar gaan wij recht naartoe. Allee, het zal niet recht zijn. Het zal waarschijnlijk heel erg veel kronkelen zijn. Dat wordt nog wat. Maar ja, we volgen de keuze van onze volgers, hè. Ja. We hebben onderweg eventjes de auto geparkeerd
de paraplu uit de auto moeten halen, want het is hier een beetje aan het beginnen mizer regenen. Maar dat wisten wij. Eigenlijk ontwijken we de regen morgen. Vandaag was er geen ontwijken aan. Ja. Vandaag regent het echt overal in de hele regio. We hebben vandaag toch ook nog een best wel nog lange tijd droog weer gehad. Maar kijk eens aan hoe een mooie brug wij hier nu staan, aan de middeleeuwse brug. Hier ging er vroeger, eigenlijk hier moesten vroeger de mensen een tol betalen als ze graag wouden handelen. Als ze wilden oversteken. Ja, of als ze wilden, nee, oversteken niet, maar als ze graag handel wilden eigenlijk drijven aan de andere kant van eigenlijk het water, moesten ze eigenlijk als je met een paard en kar en heel veel aardappelen kwam, dan moest je betalen, want je ging er iets uit halen. Ja. Ik had wel online lezen dat hier vooral zout hier eigenlijk heel veel verkocht. Dus dat ze dus waarschijnlijk naar beneden aan de zee de zoutvlakte hadden en dergelijke. En dan hier in deze omgeving het allemaal naar boven verkopen. Gingen. Ja, mooie omgeving, hè? De mensen hier in de bergen wonen toch wel nog wat primitiever als waar wij wonen, hoor. Maar ze hebben wel een prachtig mooi uitzicht. Halleluja! Hoor je het rommelen? Ik denk dat het beter is als we terug naar de auto gaan. Voorzichtig, dat is hier een beetje glad op de auto. We zitten hier op onze slippers trouwens. Mocht in de regen. Alle chance dat we hier niet zoveel honderden jaren geleden waren, want anders hadden we er misschien nog een centje moeten voor betalen om hier nog in de regen over te steken en misschien nog mogelijk uit te glijden. Dus, dat is ook waar. Maar kijk, geld niet waard. Ik vind dat wel een heel mooie ding, want nu staan we dus op de befaamde brug die we net hebben gezien, hè. En hier staat dan zo het dolhuisje van vroeger, hè. Ja, kom. We zijn weer door. Ja, we helemaal nat zijn. Vanuit het dorpje met de brug zijn wij rechtstreeks doorgereden naar waar wij een hotelletje hebben geboekt. We zitten nog een half uur, nee, het was 15 minuutjes denk ik nog, rijden nog vanuit het dorpje met de brug. We zitten nog een keertje dieper eigenlijk de berg. Heel veel kronkelweggetjes, echt anderhalf uur gereden met die kronkelweggetjes. Ik ben hier in bed gevallen, toen in de kamer. Ik ben knock-out gevallen en ben moe aan het slapen. 2 uur heeft hij nog liggen slapen, terwijl ik nog aan het werk was. Dat was eigenlijk gewoon pompa. Ja, dat kan er natuurlijk ook wel een keer zijn, want natuurlijk hier in de bergen is het wel minder warm weer als beneden. Het was even koud. We staan hier terug in een lange broek, een dikker truitje. Jij nou daar ook in een lange broek en een vestje. Maar we hebben zelf nog altijd niet hier het stadje ontdekt, dus we zijn hier echt aangekomen, direct bed ingedoken. En dat klinkt trouwens wel kei verkeerd. Maar... Hey. Ja, dus ik kan wel eigenlijk zien vanuit ons raam dat het wel echt een mooi dorpje is waar het momenteel gietende regen is. Dat wist ik nog niet eens. Oh. Mooi, hè? Zo'n pittoreske dorpje waar het tot de tijd precies is blijven stilstaan. Maar jammer genoeg, eventjes een hevige regenbui. Halleluja. Volgens mij is het toch wel een beter idee om even te kijken of ze hier beneden in het restaurant nog een plekje hebben. Ik hoop het. Ik want daar ga ik niet meer door, hoor. Ja, en we hebben geluk, want ze hadden nog een tafeltje vrij in het restaurant. Kijk wat een mooi gerechtje ze hier hebben klaargemaakt met een lekker verse pasta. Ja. Verse pasta. Ah, tu fais des photos? No. Tu mets pas sur internet, hein? No. En voor Jeno is het een lekkere. Wat heb je nu weer genomen? Een steak. Een steak, ja. Ja, oké. Okay. Geniet ervan. Dank om te kijken. Tot morgen. Ciao. Sensation. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.